Hoe staat het nu met jullie huis? Toen zijn er allemaal tekeningen gemaakt, hartstikke mooi getekend. 7 appartementen in ons huis, allemaal aanbouw er helemaal af te halen. Hallo allemaal, wij zijn de Naamkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En wij krijgen tegenwoordig heel vaak de vraag, hoe staat het nu met jullie huis? Het staat er nog. Het staat er nog, ja. Dus we dachten, nou, dan leggen we dat even een keertje uit. Wij zijn, we hebben natuurlijk ongeveer twee jaar geleden ons huis te koop gezet. Toen was er nog geen oorlog. De economie was toen... De huizenprijzen, ja. Gingen sky high, maar we waren eigenlijk net te laat. Ja, onze gedachte was, ja, we willen toch niet altijd in een bos blijven wonen. We gaan het gewoon proberen. Als het niet lukt, lukt het niet. Lukt het wel, dan gaan we nog niet kijken naar andere huizen. Maar Sophie die ging gelijk al op Funda. Ja, je wilt toch gewoon een beetje kijken? Ja, nee? Ja, ik heb nog nooit op Funda gekeken. Ik kreeg alleen doorgestuurd van jou. Maar dat maakt allemaal niet uit. De verkoop is gewoon niet gelukt. We hebben meer dan 10 bezichtigingen gehad, allemaal van projectontwikkelaars. Die dachten, nou, daar gaan we een projectje mee doen. Maar dat was ook allemaal heel ingewikkeld bij onze gemeente. Toen kwamen wij er eigenlijk achter dat er in de gemeente een foutje was gemaakt. Iets met een paraplubestemming, heel lang verhaal. En we mochten er eigenlijk theoretisch 7 appartementen van maken. Ja, zo is het ingetekend qua ruimte, hoe groot ze moeten zijn. En toen hebben wij vooronderzoek vooroverleg is er gedaan bij de gemeente. Dat was goed, we mochten er 7 appartementen van maken. Toen zijn er allemaal tekeningen gemaakt, hartstikke mooi getekend. 7 appartementen in ons huis, allemaal van 80 vierkante meter ongeveer. Ja, minimaal. Dat was minimaal, ja. Nou, daar zou het dan mooi uitkomen met de kosten en de verkopen. En dan zouden we daar mooi ons huis mee kunnen verkopen. Of een projectontwikkelaar, want misschien hadden we het dan wel aan een ontwikkelaar verkocht. Of zelf gaan doen, vergunning. Ja. Of met vergunning verkopen, dat was ons idee. Ja, dat was ons idee, maar helaas op het einde is dat toch afgeketst. Door de gemeente. Door de gemeente, die het vooroverleg wel goed gekeurd had. Maar dat maakt niet uit. Dus, maakt wel uit, maar verder. Ja, dat is nou eenmaal zo, daar kennen we niet van winnen. We willen ook niks. Maar het frustrerende is dat alle panden eromheen. Ja, alles wel, ja, want die panden zijn allemaal op instorten, dan mag het wel in dit dorp. En als je pand nog netjes is, dan mag het niet. Maar dat is even een frustratietje van ons. Nu mogen we er wel 3 appartementen van maken. Maar ja, onze makelaar zei al, ja, dat komt. Als je kan rekenen, dan weet je dat. Ja, dat komt niet uit. Dat is gewoon de verbouwkosten met de huidige eisen. Aan een verbouwing zijn te hoog voor wat het dan erop gaat leveren. Maar van dat geld wat het dan op zou moeten leveren, kan je vrijstaand huis kopen in het dorp. Ja. Dus wat we toen eigenlijk weer gedacht hebben, nou dan blijven we toch maar wonen. Het was ook een probeersel van ons natuurlijk om het te verkopen. Ja, we moesten niet weg, hè? Ja. Dus nou gaan wij wel met een sloopvergunning aanvragen. En er wordt eigenlijk heel de bar en heel die aanbouw waar Sophie's kantoor zit. En we hebben de beschermende wiegkamer natuurlijk. We hebben hier 2 kamers voor opslag. En die zijn weg. Dat is naar Etten-Leur. Maar het is heel groot. Jouw kantoor is eigenlijk heel groot, helemaal niet nodig. We hebben onze oude woonkamer in het huis die we niet gebruiken. We hebben de speelkamer die eigenlijk ook niet meer gebruikt wordt. Ik wil heel graag een beetje meer buiten koken. En ja, nu zit die bar ertussen, dus dan ga je ook niet zo makkelijk als je aan het koken bent naar buiten. En dan stond bij het huis vroeger, toen het echt in het eerste, 120 jaar geleden, toen het gebouwd is. Toen was er een serre aan het huis en de monumentencommissie ziet heel graag natuurlijk dat die serre terugkomt. Dat hopen wij, ja. Ik ben nergens meer zeker. Nee, we zijn eigenlijk nergens meer zeker van. Dus ja, wat we nu gaan doen is vergunning aanvragen om de aanbouw er helemaal af te halen. Ik denk dat we daar 2 parkeerplekken voor onszelf bij gaan doen, want parkeren is hier vaak lastig. En dan hebben we gewoon altijd een plekje voor onszelf. Ja, staat of een soort garage vrij, met een elektrisch garage deurtje, ja. Die jacuzzi willen we ook wel een mooi plekje van hebben, want dat is nou ook maar een noodoplossing met zo'n afdakje. Simpel afdakje erboven. Ja, en ik wil een leuke buitenkeuken, dat we meer buiten kunnen eten ook. Camping is natuurlijk ook weg.
Dat was een beetje onze tuin, want met mooi weer gingen we naar daar. Ja, en dan kunnen we nou mooi hier mooi in onze tuin gaan zetten. Dus ja, dat is eigenlijk een hele korte notendop. Nou, en wat ook is, daar hoort er ook nog bij. Ik heb natuurlijk wel gekeken op naar wat jij zei, maar ik heb nergens de ruimte kunnen vinden die we hier hebben. En dat weet ik natuurlijk vooraf, maar ja, die kinderen worden ouder, die zijn 16, 17, 18 jaar. En die hebben allemaal best wel een sommigen flinke... Sommigen hebben al verkering. Ja, hè? Maar die hebben allemaal best wel een flinke eigen kamer. Ja, en dat kun je ook niet zomaar vinden. En dan zouden ze terug gaan moeten naar een kleine kamer dan met z'n tweeën op gaan slapen. Ja, dat kan je dan eigenlijk ook niet maken. Dus wat dat betreft, alles bij elkaar, dachten we, nou ja, als we hier dan de tuin... Want ja, daar lopen we dan wel tegenaan, omdat we nou de camping ook kwijt zijn. Dat dit dan wel heel klein is om dus de kleine tuin, ja, voor met zoveel. Je kan ook niet echt lekker een eettafel zetten en... Nee. Ja, die boom is ook geen slim idee geweest. De babykamer, ja, die moeten we ook, daar moeten we mee stoppen. Dat gaat weg. Ja, dat kan dan nog en, voor, dan moet je even daar een oplossing voor is. En ik zal boven wel even laten zien hoe groot dat er eigenlijk toch nog is. Wat er dan bij komt. Eerst eventjes hier zo, want hier hebben we, die bar gaat dan weg. Dus dat die serre zo tot hier komen ongeveer. Maar die bar wilde dan in die serre of zo nog wel een barretje, dat we daar nog wel een feestje konden doen. Of een beetje bar. Die komt dan te koop hier, die bar. Dus als er iemand nog een bar zoekt. Op wielen, staat op wielen, allebei. Voor en de achterkant. En die ook, hè, die doen we ook weg. De fotoplay en de gokkast die het niet doet. Als iemand interesse heeft. En hier zit dan een toilet en een voorraadhokje en nog een toilet. En dan is dit zo'n badkamer. Ja, hier staan wel schoonmaakspullen. Hier doen we helemaal niks mee. Het wordt allemaal en de halletje. Het wordt allemaal opslag, hè? Je wordt heel makkelijk met even daar neerzetten, zeg maar. Ja, hier ook. En hier staan nog koffiebekers. We moeten nog een etten leuren. Ja, hier staat ons oude aquarium, ijsbakjes, heel veel koffiebekers, chocoladebakjes ook nog. Ja, dat moet er ook. Oude juniors en Bentley. Een pingpongtafel. Remo. Oh. En dan hebben we hier het kantoor van Sophie natuurlijk. En hier is ook een kantoor. En hier ook nog een hok met ijsbekers en nog wat koffiebekers. Maar die is al vrij leeg. En dan hier is de babykamer. Met het wiegje. En de boom. En op slot hier al het reglementje. Oh, hier nog K3. Toen was Merel 3. Toen gingen we naar K3. Mama Josje nog, toen was ze nog jong. En hier met Guus Meeuwis en een Brabant taart. Ze kijkt al heel verschrikt. Ik herken er Merel eigenlijk niet meer in. Nee. Nee, hè? En Eline die staat niet op die foto, die was er ook bij, maar die was zo aan het janken. Dat weet je dan toch nog wel, hè? Ja. Kijk, we gaan het nog even boven laten zien. Ja, hier is dan eigenlijk het plat dak van heel de dingen. En ja, als je dan zo dat tuintje, ja, dat wordt wel gewoon een flink stuk. Dus ik denk dat we hier, dit is een beetje onze visie. Ons volgende plan. Ons volgende project. We moeten ook een beetje bezig blijven. Ja, we moeten een beetje bezig blijven. En teleur is klaar. Volgende project is... Spanje is eigenlijk nu camping, niet klaar. Camping wel... is, als het goed is, dinsdag verkocht. Morgen nog de laatste dingetjes even doen. De hek snoeien. Keuring is morgen. We hebben even met de bakkersbus even de camping op en de laatste spulletjes nog meenemen. En dan is dat ook afgesloten. Ja. En dan hebben we natuurlijk Spanje en hier in Oudenbos ons huis. Dus ja, Spanje is op zich natuurlijk, hebben we ook al grote stappen gemaakt. Vind ik, flinke stappen of beslissingen genomen. Ja. Dus dan... Dat moet ook even afgewerkt worden. Ja. Ja. Nou ja, dan was dit een dagje uit ons leven. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Adoe.